皆さん、おはこんばんにちは、かや先生です。Dit is de tweede aflevering. Vorige keer was het warm. Eigenlijk is het vandaag ook warm, maar zo warm dat ik het eigenlijk dat ik geen energie meer zeg maar had. Maar dit keer gaan we een beetje wat sneller doorheen en ervoor zorgen dat het niet allemaal slaapmateriaal wordt. En als eerste, voordat we het spel beginnen, wou ik nog even een paar dingen fixen van de vorige keer. En dat is dus bijvoorbeeld dat hier heb ik Minasan geschreven. En hier met dubbel N. Nou, waarom doet het met dubbel N? Want als je gewoon normaal gesproken iedereen zegt, iedereen Mina, dan mag je het inderdaad met dubbel N doen. Zo. Duidelijk voor iedereen. Of je mag het gewoon met één N doen. En dat heeft ermee te maken dat dit dan twee karakters zijn of anders drie karakters. En beide is goed. En deze, die gebruik ik vaker. Als ik dan praat. Maar, en ook als ik gewoon schrijf. Maar deze is zeg maar iets onbeleefdere variant. Of iets meer een soort van praattaal. En daardoor, als je dus Minasan wil zeggen. Minasan. Waarbij je dus een san, een honorific erachter wil plakken. Waardoor het dus juist beleefder wordt. Mag je niet die ene met twee n'en gebruiken. Daar kwam ik zelf ook even achter. Behalve dat, wat had ik nog meer? Oh ja, hier. Sasayaki kakete. Ik had dan geschreven van, oh ja, gefluisterd of fluisteren. Maar wat dus is, is dat sasayaki kakeru is niet op zichzelf een werkwoord. Het is eigenlijk sasayaki. Ja, sasayaki. Dit gedeelte hierbij. En dat op zichzelf is gefluister als zelfstandig naamwoord. En kakeru, kakete. Kakete, zoals nu staat. Kakeru als werkwoord betekent zoiets als of iets ergens opdoen, of iets aangeven, of zeg maar een boodschap overbrengen. Eigenlijk kan je het ook wel zeggen. Of op iets besprenkelen. Je kan het echt voor bijna alles gebruiken, kakeru. Ook gewoon als iemand belt. Dan is het ook denwa okakeru. En ja, het heeft dus een hele brede betekenis. Maar hier is het dus eigenlijk zoiets als overbrengen. Of proberen over te brengen. Iets in die richting. En omdat een kakete staat, is het overbrengen. En wil ze eigenlijk verder gaan met haar zin. En wat dus eigenlijk staat met deze twee in combinatie is dus gefluister overbrengen. Maar dat is precies hetzelfde als fluisteren. Dus op zich verandert niks. Nou, dat was dat. En dan gaan we dit keer weer verder met... Ja, gaan we verder. Oké, okay, let's go. Waar we gebleven waren. En dit keer hebben we een nieuwe optie. Dit keer hebben we optie Suzuki Kara. Suzuki Kara. En heel snel schrijven. Als het me lukt, heel snel schrijven, ja. Suzuki Kara. En Kara hadden we wel al behandeld, hè? Kara betekent dus zoiets als, ja hier, Kara betekent vanaf tijd of locatie. En Kara hoeven we niet meer te doen. Maar Suzuki, dat op zichzelf. Suzuki, dat is dus een, hoe zeg je dat, doorgaan eigenlijk. Of verder gaan. Een verdergang als zelfstandig naamwoord. Dus als Suzuki hebt als werkwoord, dan is het inderdaad verder gaan of vervolgen. Maar nu is de Suzuki dus het vervolg. Dus vanaf het vervolg verder gaan eigenlijk. Of vanaf het vervolg. En dan klikken we op. En dan kijken wat er gebeurt. Lodotje. Dat is wat hij aan het laden is. Lodotje. Kan ik die ook even opschrijven? Lodo. Is dus... Load, gewoon laden. Lading of laden. En dan stond er tju. En dit is dan een grammatica wat wel eens achter bepaalde zelfstandig naamwoorden wordt gebruikt. Om te zeggen dat je dan eigenlijk met die activiteit waar het zelfstandig naamwoord over gaat, dat die bezig is. En hier is dus de activiteit eigenlijk het laden. En als je de tju achterplakt, dan is het dus bezig met laden. Als grammatica
60. En dan is het bezig met laden. Niet bezit met, bezig met. Ja. Oké. Okay. Nou, gaan we eindelijk even lopen. En ik heb geen idee waar we heen gaan. Ik weet niet of je welk knopje je kan indrukken, behalve de stick natuurlijk. Oké. Okay. Dan kan ik achterklikken. Oh ja, je kan naar voren en achter lopen. Wauw. Dat had ik ook niet verwacht. Kijk, ik kan het met spaarvarken. Ik wil het geld. Hoe kan hij? Nee, helaas niet. Hierbij. Mijn tas. Het loopt wel heel hinderlijk. Moet ik wel even eerlijk toegeven. Maar waarschijnlijk ben ik het gewoon nog niet gewend. Gaan zien. Niks hier te doen, dus ik mag gewoon snel doorlopen. Okay. De kraan? Oh ja. Ja, de kraan. Wat dat? Nakashipanashi. Oké. Okay. Even voor jullie opzoeken. Hier. Wat hier staat is dus... Nagashipanashi, maar dat is van nagasu. Nagasu is dus dat iets stroomt. En het feit dat het stroomt... Ik ga het opschrijven hier. Nagashi. Niet dit, kashi. Dat kan je dan een beetje als zien als een zelfstandig naamwoord van het stromen. Maar wat eigenlijk hier gebeurt is dat nagasu... vervoegd is naar een vorm, wat betekent dat dit dus de hele tijd aan het stromen is. De hele tijd. Het stromen. En doen we gewoon alles nu gewoon naar gassen. Want het werkwoord is hier bezig. Dus gewoon stromen. En panache. We kunnen ook wel even hier kijken als je dat willen. Ik denk dat het wel komt. Zoek. Ja, ja. De hele tijd gaat het door eigenlijk ermee. Oké. Van als je is doorgaan. Dus heet het doorgaan met ja, stromen. En er staat dus mata voor. Mata. We hebben wel eens een keer gehad. Mata. Van mata kono yumeka. Nee, mata ano yumeka. En dat was dus alweer. Dus het is alweer aan het doorgaan met stromen. Klik verder. Isekaninatta. Dat hoor je heel vaak. Misschien ook wel in anime. En is zoiets van. Zoiets als yup. Het is een informele manier om ja te zeggen. Niet hi of zo. Niet eh. Maar het is un. Nou, vervolgens hebben we dan Shizuka. 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 En Shizuka is stil of rustig. En Natta. En daarvoor staat nog natuurlijk Ni. Maar ik weet niet of we Ni al een keer hadden gehad. Ja, Ni. Richting. Dus een richting. Of eigenlijk kan je ook zeggen dat het naar iets is gegaan. En waarnaar is het gegaan? Het is naar rustig gegaan. Maar het is eigenlijk, het heeft eigenlijk met dit werkwoord hier te maken. Natta. En is het verleden tijd van worden. Naru. En dat betekent dus is geworden in deze context. Is geworden. En die ni die geeft aan zo van een richting waarnaar het is geworden. En dus het is rustig geworden. Dat is een grammatica regel wat je in het Japans gebruikt. Waarbij je dus een adjectief, zoals rustig, of zoals mooi, of zoals warm, koud. Die kan je dan neerzetten. En afhankelijk van de adjectief moet je de achterste gedeelte vervoegen. En bij dit soort adjectieven
wat na adjectieven heten. Als je hier veel meer over wil weten, dan leg ik het allemaal nog uit in mijn lessen. Maar bij na-adjectieven, dan verander je de na achter de adjectief, die hier natuurlijk nu niet bij staat. Die verander je dan naar een ni. En daarna kan je dan het werkwoord neerzetten. Wat dat eigenlijk doet, is dat dus die adjectief een bijwoord soort van wordt. Dus het is niet alleen geworden, maar het is rustig geworden. Of het is stil geworden. Op die manier. Oké, dan gaan we weer verder. Kijken wat nog meer komt. Niks, we hebben gewoon de kraan gefixt. Boodschappenlijstje? Nee, geen boodschappenlijstje. Wacht, ja. Dorotjuni, kom in. Mij spreekt het niet uit op Dorotjuni. Oh ja, Yonaka. Nou, wat betekent dit? Nou, het ziet al echt staan, Yonaka. Wanneer jullie het niet staan, want ik ben niet naar beneden gescrolld. Ik merk het nu pas. Nu zie je het staan, Yonaka. Dat betekent dus in het midden van de nacht. Het is gewoon middernacht. En dat komt vanwege de eerste kanji, betekent avond. En die andere is dus weer diezelfde als Chu. Wat ondertussen eigenlijk betekende. En dit keer is dus in het midden. In het midden van de nacht. Eigenlijk. En wat zegt ze daarvoor nog? Oba-chan. Oba-chan had het wel gehad. Dat is oma. Oma. Midden in de nacht. Even midden in de nacht even op. Yonaka. Middernacht toch? Gewoon middernacht. Hadden we gewoon middernacht kunnen maken. En dan hebben we weer de ni erbij staan, na de Yonaka. En die ni is dan weer nu een particle die we hier ook hadden met richting. Maar dit keer gebruiken we deze ni voor een tijdstip. Want je kan er ook een tijdstip mee aangeven. Dus grammatica voor tijdstip. En dan een specifiek tijdstip. Nou. En komen ne. Ik denk dat iedereen deze wel kent. Omen. Omen betekent sorry. Wel een beetje informele manier van zeggen. Niet komen nasai. Of moshi wa kegozaimasen. Je hebt heel veel andere manieren om te zeggen. Maar dit is meer een, ja, iets wat je zou zeggen tegen vrienden. Of gewoon mensen die close hebt. Zoals familie. En de ne erachter, dat is dus een eindzinpartikel. Ne. En dit. Ja, wat doet het eigenlijk met de zin? Het geeft echt meer zo'n betekenis van hè, spijt me hè, wordt het dan hier eigenlijk. Helaas niet dat streepje naar, weet je dat accentstreepje doen, aangezien ik Japans toetsenbord hier heb. Maar stel je voor dat er een streepje achter staat van hè. Nou, bij elkaar is het dus, kijken, oba-chan, yonaka ni gomen ne. Dus oma, middernacht, right, dus tijdens de middernacht, in de middernacht, sorry hè, spijt me dat middernacht, bla bla bla, iets aan de hand is. En we gaan nu nog zien wat er is waar ze sorry om zegt. Sochi ni todokimasu yoni. Sochi. En nu hebben we weer een ni. En de vorige keer hadden we er niet voor wat ook alweer? Richting, ja. Dit keer is het ook weer die van richting. En todoku. Todokimasu. Yoni. En deze ni is ook weer eigenlijk gewoon een partikel. Maar bij elkaar creëert dit dan zo'n betekenis van zodat het zal zijn. Zodat. Zijn woorden. En dit hier is todoku. En dit is het werkwoord voor. Hoe zeg je dat? Dat iets aankomt. Ja. Aankomen dus. Maar dat iets aankomt. Niet dat jij zelf aankomt. Maar iets. Aankomt.
En sochi is een richting. Je hebt dus drie verschillende soorten richtingen. Je hebt dan deze, sochi. En dat betekent hierheen. Je hebt dan sochi, deze tweede eigenlijk. En dat betekent daarheen tegen de luisteraar. En als laatste hebben we dan achi. En dat is dan daarheen, daar ginds heen, ver van beide. Really. Hierheen betekent bij de spreker. Oké, okay. Wat staat hier? Sochi ni todokimasu yoni. En deze todokimasu, dat is dus eigenlijk een formele vorm van deze todoku. Todoku, todokimasu. Hetzelfde, maar in een formelere manier. En dus zodat het daarheen, of ja, daarheen waar de oma is, aankomt. Zodat het daarheen aankomt. Wat ze nu zegt. Ik weet nog steeds niet waar ze het over heeft. Of wat ze gaat doen. Maar ze zegt eerst sorry. Maar zodat het maar even daar aankomt. Kijk, ne. Papa ga inaku natte kara. Mama mainichi. Nebo shite iru no. Oké, ook. Dus ze wil gewoon een bericht, ze wil gewoon iets vertellen tegen oma. Wat wil ze vertellen? Ze zegt, anone. Nee. En dan kan je een zin beginnen. Anone. Schrijven. Anone. En dit is zoiets als, weet je. Hé, hey, weet je. Een zin wil ze beginnen. Hé, hey, trouwens, weet je. En daarna hebben we papa. Deze over voor zichzelf spreekt papa. Als vader. Het is wel natuurlijk een kinderachtige manier om vader te zeggen. Want Japanners hebben natuurlijk heel veel woorden wat niet zulke westerse woorden zijn zoals papa en mama. Die zij gebruikt. Maar je hebt ook gewoon kasan, kasan. Even kijken. Ahawe. Je hebt, voor vader heb je weer tosan, tosan. Chichi natuurlijk heb je ook. Voor moeder heb je ook nog eens alleen maar de haha. En voor vader heb je ook nog een nog beleefder en dat is chichiwe. En ik denk dat is heel veel. Maar wat ik wil zeggen is, je hebt heel veel meer Japanse woorden. En wat hier gebruikt wordt zijn juist de westerse woorden. Want Japanners die gebruiken ook westerse woorden, leenwoorden. Papa en mama. Nou. Papa ka. Ga is weer die partikel om het onderwerp aan te geven hier. En dan inaku natta. Inaku natta. Dus we gaan even bij elkaar. Inaku natta. Inaku natta. Dat betekent weggegaan. We weten nu niet zeker of die vader dan overleden is. Of dat hij weg is gerend. Kan ook. Dus weg is gegaan. Wel verleden tijd. En dan staat hier weer de kara. Kara. En kara hadden we helemaal bovenaan als eerste staan als... Kijken vanaf. Maar. Kara, kara staan. Kara, kara, kara. Blind. Waar staat kara ook alweer? Oh, hier. Hier. Vanaf tijd of locatie. Dus hier hebben we weer inderdaad de vanaf tijd variant. Dus... Sinds wordt het dan, wikara. Dus, anone, hey, trouwens, of hey, weet je, papa ga inaku natte kara. En dat is dus, natte kara, en je ziet inaku natta, natta is inderdaad de verleden tijdvorm. Maar inaku natte, dat is eigenlijk een, ja, hoe zeg je dat? Niet per se de verleden tijdsvorm, maar het is de T-vorm noemen we dat.
En daarmee kan je dus dat samenkoppelen met het volgende. En hier is het dus een grammatica regel waarbij je de te-vorm en die partikel van kara samenvoegt. En te-vorm, schrijf het even zo op. Te-vorm van een werkwoord, te-vorm. Plus kara. Dat is, kijken. Ja, te-vorm plus kara. Weet je wat, ik schrijf dit eerste gedeelte gewoon wel in het Japans. Te-vorm. Dan hebben we de te. Zo. Yes. Te-vorm. En dan plus. Kara. Gaan we heel slow, merk ik eigenlijk, want we zijn alweer 20 minuten bezig. Te-vorm plus kara. Dat betekent dus altijd sinds en dan actie. En de actie is dus het werkwoord waar we het over hebben die in de te-vorm staat. Nou, hier hebben we dus inaku naru, inaku natta, inaku natte. En ik doe wel alles gewoon even hier het woordenboekvorm ervan, zoals we het overal doen. Naar de, gewoon weg gaan of doodgaan, weggaan, doodgaan. Dit is het werkwoord dat dus in die te-vorm staat. Daar staat dus uiteindelijk deze kara achter, dus sinds en dan deze actie. En om wie gaat het? Om papa, sinds vader inaku naru dood is gegaan of weg is gegaan, sindsdien. Wat gebeurde toen? Mama, mainichi. Wat dan op mama? Mainichi. Mainichi. Mai, het eerste gedeelte betekent elke. Nichi betekent dag. Dus elke dag. En kijken. Dat daar nibbel. Nibbel. Nibbel is terug. Wat is nibbel? Even slapen of niet? Ja, verslapen. Oké, gaan we weer terug. Nibbel. Terug. Is verslapen. En hier staat natuurlijk niet nibbel suru, maar je zet nibbel steru. Of steru. Nibbel steru. En dat steru, dat is dan de duurvorm. Ja, dus eigenlijk de onvoltooide vorm. Continuous, ook wel in het Engels. Dus hier staat dan nebo shiteru. Nebo shiteru. Nebo shiteru. Ik kan ook wel eens gewoon zo schrijven hier. Shiteru. Dus is aan het verslapen. Dus dat het eigenlijk blijft gebeuren of dat het eigenlijk nog steeds doorgaat. Elke dag is ze gaan het verslapen. No. Aan het einde van je zin. Ja, waarvoor gebruik je deze inderdaad? Aan het einde van je zin kan je inderdaad wel een no soms neerzetten. En ja. Ja, doet dit. Ik gebruik hem zelf niet, maar ik merk wel heel vaak dat mensen deze gebruiken aan het einde van je zin. En het geeft meer een soort van extra nadruk. Extra nadruk gewoon aan je zin. Van dat je echt iets probeert over te brengen. Zo van, hey, dit gebeurt. Ja. Zo, grammatica. Extra nadruk. Op je zin. En het is niet hetzelfde als de bezitpartikel. Bezitpartikel was iets anders. Gaan we verder. Sugoku ochikonderu mitai. Oké. Sugoku. En die staat in kana. Sugoku, sugoku. Ik merk hier ook trouwens dat ik kanji loop te schrijven, terwijl het daar net helemaal niet in kanji stond.
Ik probeer even op te passen. Sugoku, dat betekent heel erg. Als een mate van iets. Heel erg mate. Graad eigenlijk. Hele erg mate. Nee. En wat doet ze een hele erge mate? Ochikonderu. Ochikonderu. Ochikomu, ochikonderu. Dat is echt een beetje sad. En helemaal droevig. Hoe zou je dat in het Nederlands zeggen? Ochikomu. Het downvoelen inderdaad misschien. Ja. Kijk of Google het beter kan dan ik. Kan je dat, Google? Kan je dat? Neerslachtig voelen. Depressief zijn. Ja, ik denk dat gewoon verdrietig voelen, verdrietig zijn, dat beste vertaling van even voor nu is. Verdrietig. Bedroefd zijn misschien? Bedroefd zijn. Doe dat. Verdrietig. Nou. En nu staat dus ook weer in de continuous vorm. Daarom is het gewoon bedroefd zijn. En uiteindelijk staat er mitai. 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 Dat kan je dus achter een werkwoord plaatsen. En ook achter andere woorden hoor, zoals de naamwoorden ook wel. En dat betekent zoiets als lijkt als. Lijkt alsof. Grammatica. Lijkt alsof. Dus. Sinds vader is overleden, elke dag is moeder aan het verslapen. En het lijkt er heel erg op dat ze verdrietig is, bedroefd is. Oké. Dan hebben we nog een zin. Dakara, dakara. Dakara betekent... Daarom, om een reden aan te geven, en weer mainichi, en dan staat daarna tashi, tashi betekent ik, ga, ga is dan weer de onderwerp, ik ben het onderwerp, en dan osoji, osoji, en osoji, osoji op zichzelf kan je ook gewoon zo zeggen, maar osoji, dan maak je het wat beleefder, en dus de schoonmaak. Dus het schoonmaken eigenlijk van thuis bijvoorbeeld. Schoonmaak. En wat er nog meer? Ja. Bedij. Bedij. En dus dat is huiswerk. En er staat hier mo. Hebben we mo al gehad? Even ctrl-f doen. Mo. Hebben we niet gehad. Oké. Okay. Mo. Mo. Oh, die mag niet daar. Waar ben ik aan het schrijven? Ja, mo, hier. Dat is een particle dat eigenlijk ook het onderwerp aangeeft, of het luidend voorwerp aangeeft, maar dit betekent zoiets als ook. En dan onderwerp. Of luidend voorwerp. Wat bedoelen we hiermee? Zeg dus, daarom elke dag ik de schoonmaak en dan zegt ze daarna huiswerk ook en dan chanto yatteru. Chanto. Goed. Nauwkeurig. Ja, gelijk jatter. Aan het doen. Oké.
Dus daarom is zij, oftewel daarom ben ik elke dag de schoonmaak en ook het huiswerk, waarschijnlijk gewoon het huiswerk dat zij heeft, heel erg nauwkeurig of goed aan het doen. Want die moeder kan het niet. Nou, goeie kind. Tenbu ganbatteru yo. Goed zeg. Tenbu. Is allemaal, alles. Dan ganbaru. Ganbatteru. Ganbatteru is dan de duurzaam vorm. Dus de continuous vorm. Onvoltooide vorm van je best doen. Best aan het doen. En uiteindelijk hier een yo. Ik weet niet of we die yo eerder hebben gehad. Een yo is een particle, eindzin particle. En die betekent, het geeft een soort van, zeg je dat? Het geeft een soort van uitroepteken. Gevoel. Dus eigenlijk zoiets als or, van alles aan het best aan het doen, hoor. Ja, alles wat ze hiervoor zei, daar is allemaal aan haar best voor aan het doen. Ja, Nederland. Wordt alweer, we hebben alweer een lange playsessie, maar blijf kijken wanneer het gesprek stopt. En dan is deze aflevering ook weer voorbij. We komen echt amper ver, maar ik hoop wel dat er veel wordt, ja, veel wordt geleerd. Demo betekent maar. Ik heb die wel een keer gehad. Maar. Watashi. Itsumo betekent altijd. Elke keer weer. Hitori. En dat is in je eentje. Eén persoon. En dan staat er de achter. Nou, de is een particle. Die heeft zoveel manieren waarop je het kan gebruiken. Maar in dit geval is het dus een manier. En de manier is dat ze in haar eentje altijd iets doet. Kijken. Ja, altijd in mijn eentje. En dan gaat de zin nog verder. Manier. Methode. Volgens mij gewoon over waar ze het net over had. Dat ze het schoonmaakt en het huiswerk en zo doet. En elke keer haar best ervoor doet. Maar, zegt ze dus maar, wel altijd doe ik het in mijn eentje. Oké. Zielig. Nou, dan hebben we dus hier oba-chan. Saki. Dit is dan zo net. Als een tijdstip. Dan hebben we daarna deze hier. Saki yume no naka de nani o iou to shita no? Oké. Saki yume no naka de. Dus yume no naka de kunnen we gewoon nu zonder enige tekst al vertalen. Zonder te schrijven ook vertalen. Yume was droom. No was bezit. Naka. Chu. Die ene kanji die daar nu zo staat met de vierkant waar zo'n spies doorheen zit. Dat betekent dus midden, tijdens, oftewel zo net, tijdens de droom. Dus tijdens mijn droom. En wat gebeurde er toen? Ik ben nakade. Nani o. Wat we nani al gehad? Pas wel. En toen was het nog af. Nani betekent wat. En oh, het is een particle. Die hebben we volgens mij wel een keer gehad. Oh. Dat geeft dus het leidend voorwerp aan. En dan hebben we Yotoshitano. Dit komt van Yu. Je schrijft IU.
Maar je spreekt vooral als je spreekt uit als you. You. Maar je schrijft nooit you. Je zegt altijd gewoon iu. Of je schrijft altijd iu. En dit is dan zeggen. En nu staat het dus als yo. Yo to sta. En dit is dan een vervoeging van probeerde te zeggen. En dan staat nu weer een no achter in de zin. Maar er staat nu ook wel een vraagteken. En wanneer je dus een no achter in de zin hebt en ook nog een vraagteken, dan is dit niet meer zo'n nadruk no. Maar dit keer is het dan een no dat als vraagteken gewoon werkt. Dus een vraagpartikel. Maar wel informeel. Dus, oma, tijdens de droom van net, wat probeerde je te zeggen? Vraagteken. Nanika steki na koto ga okiru. Omajinai ka. Omajinai. Nanika steki na koto. Nou, even beginnen waar we het wel allemaal weten. Nanika is dus weer iets, die hebben we wel echt al gehad. Nanika, nou sticky, staat nu in katakana, hoeft niet per se. Heb je ook allemaal kanji en kun je ook in gewone kana schrijven. Maar sticky, dat betekent geweldig, wonderbaarlijk eigenlijk. Prachtig misschien. Prachtig, wonderbaarlijk. En dan hebben we dus tiki na koto. Koto is een ding. Ding, dan niet fysiek. Dus een koto, dat zou bijvoorbeeld een gevoel kan een koto zijn. Een tijdstip kan een koto zijn. Een gesprek kan een koto zijn. Dat zijn dus allemaal dingen die niet fysiek zijn. Die je niet kan vastpakken ofzo. Dat zijn koto dingen. En als je wel fysieke dingen wil hebben, dan heb je mono. Dat is een kimono. Kimono is ja, dat Japanse traditionele kleding. Maar dat staat letterlijk gewoon voor draagding. Dat ding dat je draagt. Maar hier staat daarna nanika steki na koto. Nanika steki na koto. Dus iets. En dan iets dat een prachtig ding is. Nanika steki na koto. Ga. Dat is dan het onderwerp. Ja. Okiru. Okiru is eigenlijk opstaan. Pakwoord. Ah, okiru. Maar het kan ook betekenen gebeuren. Plaatsvinden. Dus gaat er iets wonderbaarlijks, iets prachtigs gebeuren. En daarna staat er omajinai toka. Omajinai toka. Geen idee wat ze hiermee bedoelen. Aha. Aha. Oké, okay. Nou, nu kun je het zien. Omajinai op zichzelf is dus inderdaad een charm. Oh nee, dit is inderdaad niet een charm. Maar wat hier gewoon wel staat, is wel gewoon een charm. Of gewoon een geluk, plezier. En hier staat omajinai. En dat is dus een gelukscharm. Probeerden ze misschien iets goeds als een gelukscharm te stellen. Oké, okay. Nou, dan nemen we gewoon deze over. Omajinai. Gelukscharm. Hoe zou je het in het Nederlands zeggen? Gelukscharm. Geluksteken, geluksketting, geluksamulet, een geluksding. Geluksbrenger.
Ja, misschien dat. Gelukkig denk ik. Maar dat daarom. Toka. 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 Betekent of zo. Dus gaat er iets wonderbaarlijks, iets prachtigs gebeuren? Misschien een geluksbrenger of zo? En puntje, puntje, puntje. Dat spreekt voor zich. Dat hoef ik niet te vertalen. Wow, de tekst is klein. Obachan Aitaina. Oké, hier is het nieuwe. Obachan kennen we wel, maar Aitai. Aitai, dat komt dus van... au. Au is eigenlijk ontmoeten. Samenkomen met iemand. Au. En het Aitai is dan de wensvorm. Dus je wil ontmoeten. Maar, Japanners gebruiken ook deze vervoeging op au, dus dat aitai wordt in plaats van au, om te zeggen dat ze iemand missen. Dus eigenlijk als je iemand wil ontmoeten, dan is dat eigenlijk hetzelfde als dat je gewoon die persoon mist. Dus eigenlijk, ik mis je. En daarna is dan weer zo'n nadruk. Eindpartikel. Na. Nadruk. Japan heeft heel veel van deze nadruk eindpartikels. Ja, het gaat gebeuren. Oh. Nou, dan was dit de aflevering van vandaag. En dan gaan we volgende keer achterkomen wat dat geluid heeft gemaakt. Matana! Bye bye!